Eén uitspraak die om de zoveel tijd weer terugkomt in bepaalde complottheorieën, vooral complottheorieën die gaan over vliegtuigcrashes, zijn het Coventry Airplane. Wat is een Coventry Airplane? Dat klinkt best wel gruwelijk. Het is een vliegtuig vol met lijken, waarmee ze zeggen dat als dat vliegtuig vervolgens gecrashed is, en ze geven degene die die aanslag gepleegd heeft de schuld, dan wordt er vaak na afloop gezegd, nee, maar dat was een Coventry Airplane. En de enige reden waarom er nu een conflict is, is een heel ingewikkeld verhaal eigenlijk. Ik leg het nu vanaf het begin uit. Welkom bij Complottheorieën. Om het hele verhaal te begrijpen moeten we terug naar 14 november 1940. Maar omdat dat niet kan, ga ik jullie daarover vertellen. Op 14 november 1940 werd Coventry gebombardeerd, een stad in Engeland. Tijdens de Blitz, ook wel de Battle of Britain genoemd, vielen de Duitsers met allemaal luchtwapens de Engelsen aan, door eigenlijk hun steden te bombarderen, zodat ze hoopten dat de Engelsen zich zouden overgeven. Natuurlijk moet daarvoor goede communicatie zijn. Je moet bommenwerpers naar de juiste plek sturen om een bombardement uit te voeren. Daardoor verstuurden de Duitsers codes. Die gingen van uiteindelijk waar het bevel gevoerd werd naar de bommenwerpers zelf. Die code heette de Enigma-code. Als je de Enigma-code gekraakt had, dan kon je er dus achter komen wat het volgende stadje of dorpje geweest zou zijn wat gebombardeerd werd. En inderdaad, in 1940 werd de Enigma-code gekraakt, waardoor de Engelsen een inzage konden krijgen in welke steden er gebombardeerd zouden worden. Het lukte de Engelsen om door die codes te kraken dat de operatie Moonlight Sonata zou heten. En na het interviewen van na het ondervragen van een Duitse soldaat kwamen ze erachter dat Moonlight Sonata waarschijnlijk twee targets zou kunnen hebben. Dat was of Birmingham of Coventry. Maar Winston Churchill twijfelde daaraan omdat hij meer een aanval verwachtte op centraal Londen. Dus op het moment dat zij wisten dat operatie Moonlight Sonata zou beginnen, ging hij naar de schuilkelders in Londen. Maar op dat moment werd duidelijk dat niet Londen het target zou zijn, maar toch Coventry. En op dat moment kan je nog snel handelen. Je zou kunnen zeggen, we evacueren de hele stad. Het nadeel is, dan hebben de Duitsers meteen door dat de hele stad is geëvacueerd en dat hun code dus gekraakt is. En dat moet natuurlijk voorkomen worden, want als zij weten dat hun code gekraakt is, dan gaan ze een andere code gebruiken, waardoor we in het vervolg niet meer zouden weten welk... In het vervolg zouden we dan niet meer weten welke stad gebombardeerd zou worden. En dat zou lastig zijn. Maar als je Coventry's bombardement door zou laten gaan, dan spreek je al snel over meer dan 500 doden en iets rond de 1000 gewonden. En dat is natuurlijk heel erg. Toch werd besloten dat de stad Coventry niet werd geëvacueerd, waardoor dat bombardement daar dus plaatsvond. Bij het bombardement is altijd nagedacht, hoe hadden ze dit kunnen voorkomen? De 500 doden en bijna 1000 zwaar gewonden. En daarna is er dus een theorie gekomen hoe dit had kunnen worden voorkomen. Dat was bijvoorbeeld door er een Coventry stad van te maken. Wat betekent dat je de hele stad volzet met poppen of lijken of dat klinkt vrij cruel of zo, maar waardoor je eigenlijk er honderden slachtoffers vallen, maar niemand doodgaat. Daarom dus de term het Coventry Airplane. Dat zou een vliegtuig zijn wat je volstopt met poppen of lijken en vervolgens de lucht in laat gaan. Dat laat je bijvoorbeeld over vijandelijk gebied heen vliegen. Dan hoop je dat het vijandelijke gebied schiet op dat vliegtuig. Dat vliegtuig uit de lucht schiet. En dan kan je zeggen, er zijn heel veel mensen van ons overleden, dus we verklaren jullie de oorlog. Dus daarom is het een hele lastige kwestie, want een Coventry Airplane, je kan nooit bewijzen dat het er een was. Als het vliegtuig ontploft, kan je zien of er mensen aanwezig waren in het vliegtuig, maar niet zien hoe lang en al dat soort dingen. Dus
Het is een vrij goede theorie. Waarschijnlijk is er in de hele geschiedenis nooit een Coventry Airplane gebruikt, omdat het best wel lastig is om zoiets in elkaar te zetten. Maar na elke vliegtuigcrash, dingen zoals 9/11, maar ook recentere vliegtuigcrashes, wordt er altijd gezegd, nee, maar dat deed de regering alleen maar om een tegenstander te zoeken, om iemand oorlog te verklaren, om iemand de schuld te geven. En dat hele vliegtuig, daarin zaten helemaal geen mensen, onschuldige mensen die uiteindelijk dood zijn gegaan. Dus dat is het hele complot rondom Coventry, waardoor dat een enorm complexe theorie maakt, die ontzettend interessant is om te onderzoeken. Dus mocht nog ooit iemand daar een studie van willen maken, ik raad het zeer aan. Het verhaal zal een stuk complexer zijn dan hoe ik het verteld heb, want ik heb het geprobeerd te simplificeren voor jullie. Maar zo weten jullie ongeveer hoe de theorie Coventry Airplane in elkaar zit. En misschien is dat interessant, misschien ook niet. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Complottheorie. Het was een wat kortere aflevering. In waarschijnlijk de volgende aflevering hebben we weer een gast. Tenminste, dat ga ik voor jullie proberen. Dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Tot ziens, tot later.